Yo mensen, mijn naam is Jan, ook wel Raske genoemd en welkom bij part 2 van mijn 1500 abonnees speciale video. Mocht je part 1 nog niet hebben gezien, zal ik even een annotatie op het scherm plakken en een link in de beschrijving zetten, dus dan moet je die nog even checken. Dit is part 2, we gaan gewoon weer video vooral spelen, even met een ander wapen dan vorige keer. AK-74U gaan we nu wel mee spelen, want het is een wat kleinere map, een wat leukere map in mijn opzicht, want die map die we net speelden, die vond ik niet heel erg super, uber leuk. Ik hoor dat er hier alweer eentje naast me stond, maar waar, dat wist ik dus niet, maar die was dus ons dus daar. Altijd opletten aan het beginnen, Frivarant. Ze spannen gewoon overal en nergens. Ze spannen gewoon naast je, spannen links van je, achter je, boven je, onder je. Dus altijd opletten als je meteen spant aan het begin. Hier staat er eentje met een shotgun. Een shotgun in deze map staat niet echt handig, jongen. Dan gaan we even doorlopen, want ze weten nu waar ik sta. Dus dan moeten we weer even van plaats veranderen. Daar ga ik niks over zeggen. Ik ga hem niet een naam noemen, want dan krijg ik weer gezeik dat ik dat mocht doen. Die killen we allebei. Gaan we even reloaden, want ik moet weer reloaden, want mijn wapen zit er alweer leeg. Hier links loopt er een van me. Even, waar zie ik je nou? Ja, daar loop je dus. UAV'tje inroepen. Ik moet snel van deze plek af, maar ik weet dus nu eigenlijk niet waar ze zitten. Dus ik moet gewoon even op blijven letten en heel even blijven campen. Dat is niet zo erg dat ik moet blijven campen. Even kijken, want ik hoorde nog meer lopen, maar ik weet niet waar. Daar komt het dus nog heen. We blijven heel even zitten hier achter deze bulldozer. Hij komt niet al random gewoon weer door, want ik hou niet van campen. Dus ik wil zo snel mogelijk weer van plaats veranderen. Daar zie ik er nog een lopen. Die knallen we mooi door het soort van hekje heen. Ik weet niet precies wat het is. Dan zie ik er hier nog een lopen. Die komt er waarschijnlijk nu aan. Kom maar. 3, 2, 1. Daar kwam er in ieder geval nog wel een, maar er komt er nu ook nog een rechts van me. Dus ik moet heel even opletten waar die zit. Kijk, die zit dus daarachter. Even kijken of we die kunnen killen met een nade. Het gaat waarschijnlijk wel lukken. Even kijken. Ja, dankjewel. Dan hebben we een helikopter. Ik roep hem meteen in, want dan gaat het potje lekker snel. Dan rennen we hier door naar boven, want ik weet dat er hier weer een boven zit te campen. Even kijken waar die dan weer zit. Kijk, hier loopt er dus een. Kijk, die hebben we gekild. Dan gaan we weer terug naar de spot waar ik net al die kills heb gemaakt. Want ik zie dat er daar weer een zit. Ze blijven wel lekker campen in dit game. Dat hou ik niet zo van. Dus we gaan gewoon rondrennen. Zodat hun geen kills kunnen krijgen terwijl ze campen. Die kill heb ik. Dan probeer ik die andere kill ook nog te krijgen. Dan pakken we hem Desert Eagle. Want dan zal er hier wel ergens een spannen. Ik ga even achter deze prullenbak zitten of container. Dan kan ik dit wapentje reloaden. Dan ren ik meteen weer door. Ik ren weer hierheen. Dan gaan we hier naar binnen. Want hier staan ze ook heel vaak te campen. Even kijken. Nee, vandaag zit er niemand hier te campen. Ik zie er wel daarin zitten. In dat stomme scheidplantje. Nee, die heb ik jammer genoeg niet. Stond er met een RPD en dat is gewoon een spraywapen. Ik mag niet van wapen veranderen, want ik moet met één wapen blijven spelen. En natuurlijk mijn secondary. Volgende game mag ik vast weer met een ander wapen. Even kijken waar ze nu weer zitten, want ik ben nu ergens gespant waar dus helemaal niemand zit. Dat is wel weer irritant, dus dan moet ik helemaal naar de andere kant van de map lopen. Om iemand tegen te komen, maar ja, dan doen we dat maar gewoon even. Hier staat de Claymore, oeh, en ik ben daar overheen gerend. Dankjewel. Dankjewel, spel, dat je die... Oh, en dan staat hij daar met zijn M4A1. Irritant te staan met zijn Claymore. Dat vind ik wel echt geit irritant als mensen dat doen. Maar ik kan er niet veel aan doen. Hun zijn spelen gewoon zo. Dat is hun speelstijl, of hoe je dat ook wil noemen. En ja, ik zelf vind het niet zo leuk om zo te spelen. Maar als hun dat leuk vinden om te doen en 2 kills per game willen krijgen, dan maakt het mij niet uit. Hier stond er een naast. Mooie span, man. Je houdt zeker van die spans in dit spel. Dus in elk spel hetzelfde. In elke Call of Duty zuigen die spans een free vooral. Dus daar ben ik nu aan gewend. Vooral, hij zet weer de Claymore nu. Vooral op Call of Duty 4, want daar speel ik eigenlijk alleen maar Free For All. Verder helemaal geen één andere game mode. Even kijken, want ik zag er hier een in die tunnel zitten. Oh, ik krijg een airstrike op mijn bakkers. Ik wou wegrennen voor die airstrike. Moet je niet helemaal gaan lopen schieten. Even mijn UAV'tje inroepen. We staan toch nog dik voor, dus ik heb de tijd. Even kijken of we die vent kunnen pakken. Nee, shit. Shit, scheid. Kut. Nee, niet nog een noobship schieten. Nou, jammer. Ik werd van links en van rechts gepakt, dus ik kon niet heel veel doen. Dat is wel irritant. Ik zeg heel vaak irritant in dit commentaar volgens mij, omdat het ook gewoon een irritant game is. Volgens mij heb ik echt al super veel deaths, wat niet meer normaal is. Maar het is live. Ik kan slecht gaan in live commentaars. Ik ga ook niet altijd goed, zoals de mensen misschien wel denken, want ik krijg heel vaak reacties. Ga je nooit slecht? Ik heb je nog nooit slecht in gegaan. Maar ik ga ook gewoon slecht in sommige games. Ik ga nooit altijd goed. Ik ga heel vaak slecht zelfs. Vooral Modern Warfare 3 op dit moment, omdat ik dat spel gewoon niet meer leuk vind. Het eigenlijk ook niet meer speel. Die killen we. Dan hoor ik er nog een lopen weg hier. Ze hebben nu ook een helikopter, dat enemy team. Maar dat is die camper die met een RPD lag te campen in het plankje. Die heeft nu een helikopter. En dat vind ik wel echt scheid irritant dat hij een helikopter heeft. Maar ja, dan gaan wij gewoon even binnen blijven. Roepen we UAV in. En dan krijgen wij ook weer een helikopter. En dan kan hij er niks meer doen. Want dat weet ik sowieso al zeker. Omdat hij net ook al niks kan doen. En daarom ook geen lopen campen. Even kijken of we die kunnen killen. Kijk, dan hebben we alweer een airstrike. Ik blijf gewoon binnen. Ik kan het misschien camp noemen. Je kan het ook gewoon tactiek noemen. En ik noem het liever tactiek. De meeste mensen zullen het camp noemen. Even wachten tot mijn airstrike kills heb gemaakt. Ik wil even deze vent hier pakken die hier ligt. Jongen, jij zit ook te campen. Oh, en dan gaat hij helemaal nog op mijn schiet ook.
Ik wou binnen blijven, zodat hij helemaal niet om gaat schieten. Gaat hij ook nog om lopen schieten. Dan killen we die vent en hebben wij ook weer een helikopter. Dan kan ik naar buiten gaan, want dan boeit me toch niet meer als ik mijn helikoptertje al heb. We hebben toch al bijna gewonnen, dus nu ga ik sowieso gewoon rondrennen. Want ik hou er niet van om op één plek te blijven zitten zoals ik net deed. Is niet mijn speelstijl, ga ik ook niet doen. Is niet leuk om te spelen zo. Daar zie ik er een rennen aan de andere kant. Die gaan we proberen te killen met dit wapentje. Even kijken, hoppatee. Mooie kill op afstand, terwijl het echt een wapen is waarvan je verwacht dat hij niet op afstand kan schieten. Maar als je gewoon spreekt, dan kan elk wapen op afstand schieten. Roep mijn helikopter in. Ik moet nog 2 kills en heb ik alweer gewonnen. Even kijken of die helikopter die 2 kills wil maken. Word ik in mijn rug geknald door iemand die daar weer bovenop stond te campen. Die me net ook als eerste kill. Pakken we een shotgun op. Dat was niet mijn bedoeling. Maar die heb ik per ongeluk opgepakt. En dan killen we deze vent die in mijn rug komt. Hoppatee. En hebben we alweer gewonnen. Part 2 van mijn 1500 subscribers speciale video. Geef deze video een duimpje omhoog als je het leuk vond. Laat een reactie achter. Ik zie jullie over 3 uur weer met part 3, jongens. Dus tot zometeen.